ik om te beginnen jullie mogen vragen om nog ietsje naar voren te komen. Hiervoor is nog wat ruimte. Oké, dankjewel. En ik zal jullie vertellen waarom. Eerst maar eens vertellen wie ik ben. Ik ben Paul Spies. Ik ben directeur van het museum. En jullie zijn 175 leerlingen van het Vossius Gymnasium. Applaus. En bovendien hebben we nog allerlei andere mensen erbij uitgenodigd. En dat zijn de zogenaamde donateurs, oftewel de schenkers. Die een bedrag hebben betaald voor de restauratie van dit prachtige schilderij. Ook een applaus voor hen. Ik wou jullie in elk geval even aankondigen en dan komen we direct nog een paar leuke zaken. Onder andere gaan we luisteren naar jullie en naar jullie rector, Jan. En zijn naam is niet zo makkelijk, Meulenkom, Jan van Meulenkom. Precies, heel goed. Wat ik vandaag allemaal meemaak is ongelooflijk. Het museum heeft ingezet op wat steun van de bewoners van Amsterdam en de omgeving, liefhebbers van Napoleon. En we hebben een leuke website overgebouwd en toen zijn we gaan nadenken, laten we bedragen vragen voor verschillende onderdelen van de restauratie van dit mooie schilderij. Maar wat er gebeurde, konden wij dus niet bevroeden dat het zo'n verschrikkelijk succes zou zijn. Het is echt ongelooflijk wat er is gebeurd. Honderden mensen hebben bijgedragen. De publiciteit was enorm. Het kwam op het 8 uur journaal. Vanochtend was het, en dan ging het speciaal over jullie, dat begrijp je, op het Radio 1 journaal. Ja, applaus. Het 85-jarige Vossius Gymnasium, die het 85-jarige Amsterdam Museum een onvoorstelbaar cadeau schenkt, waarvan ik de hoogte nog niet weet, want dat gaat de rector zo direct bekendmaken. En nou ja, ik ga, als ik jullie bedank, nog vertellen hoe belangrijk het vervolg is van wat we jullie allemaal met elkaar hebben gedaan. Maar dan wil ik dus nu toch echt het woord eerst geven aan de rector. Nogmaals, goedemorgen allemaal Vossianen en andere belangstellenden. Wij bestaan inderdaad dit jaar 85 jaar. En dat hebben we dit jaar, dat hebben we deze week ook geweten. We hebben een grote reunie gehad. We hebben allerlei workshops op school gehad. Jullie zijn naar de Efteling geweest. Er is geschiet en van alles en nog wat. Fantastisch. Maar we hebben vanaf het begin gezegd, we willen ook graag wat terug doen voor Amsterdam. Amsterdam, de stad waar we allemaal zoveel van houden. En de stad, juist, de stad ook die ons zoveel prachtige musea geeft. En toen dachten we, wat is er nou mooier om wat te doen voor een van de belangrijkste musea in de stad, Amsterdam Museum. Zeker nu ze ook nog zo'n prachtig project heeft, namelijk de restauratie van dit Napoleon schilderij. En toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we gewoon sponsorgeld met elkaar verzamelen. Deze week zijn de kattenbakken fantastisch schoongemaakt. De auto's hebben nooit zo gevlommen. Er zijn nooit zoveel baby'tjes liefdevol verzorgd in Amsterdam. Er zijn lezingen gehouden ook nog bij de Rotary. Er zijn cupcakes gebakken, er is gemusiceerd in winkelcentra. Fantastisch, dank jullie wel daarvoor. Nou, dan is nu toch wel het moment gekomen om twee dingen te doen. In de eerste plaats om te vertellen wat de hoogte is van het bedrag dat we gaan schenken aan het Amsterdam Museum. En daarna ga ik bekendmaken welke klas de meeste middelen bij elkaar heeft gebracht. En zoals jullie weten, die klas die krijgt in het nieuwe jaar een speciale VIP-behandeling hier in het museum. Nou, dan ga ik nu het bedrag bekendmaken. Dat bedrag dat bestaat uit, voor het grootste gedeel, uit wat jullie Vossianen bij elkaar hebben gehaald.
plus de opbrengst van het benefietconcert, plus het bedrag dat een ouderpaar heeft geschonken aan ons, want die hebben het bedrag van de drie hoogste klassen verdubbeld. Nou, geweldig voor die ouders. Het bedrag is geworden. €31.66. Maar nu komt er nog een heel spannend onderdeel. Welke klas heeft het hoogste bedrag gescoord? Ik noem eerst de klas die op de derde plaats geëindigd is. En geef ze een applaus. Op de derde plaats is geëindigd 1 Dirk met €426. Op de tweede plaats is geëindigd 2C met €447. En met €496 is op de eerste plaats gekomen. En ze krijgen in het nieuwe jaar een VIP-behandeling 1E. Gefeliciteerd Museum. Nou, Jan, ontzettend bedankt. En alle klassen enorm bedankt. En de 1-1 hartelijk gefeliciteerd. Jullie krijgen dus inderdaad een VIP-behandeling. Onder andere door ons. Jullie krijgen een hele speciale rondleiding. In het nieuwjaar gaan we met jullie afspreken. Ik wil nog iets heel belangrijks meedelen. Dit bedrag is opgeteld met alles wat we hebben gekregen. En we hebben een heel belangrijke bijdrage gekregen van een fonds. We willen eigenlijk iedereen bedanken. Dus ook het Schrijfbos Fonds, dat echt een zeer aanzienlijke bijdrage heeft gedaan. En dat heeft gedaan uit sympathie. Vanwege het feit dat er zoveel individuele personen bij betrokken zijn. Dat moest worden ondersteund, dat moest worden gehonoreerd. En dat hebben jullie dus voor elkaar gekregen. Niet zozeer het museum, maar jullie. En ik zal jullie nog wat anders vertellen. Dankzij die enorme bijdrage boven mijn hoofd, die dus twee keer zo hoog valt als wat uitvalt, als wat we hadden verwacht. We hadden gedacht jullie komen met pijn en moeite op de €4.000 en echt niet op de €8.000. Dus jullie hebben jezelf verdubbeld wat verwachtingen betreft. Daardoor, zal ik jullie vertellen, lijkt het alsof we nu te veel geld hebben. Maar dat is dus niet zo. Want kijk nou eventjes naar het schilderij. Wat is er nou nog aan? Heel goed. Er zit geen lijst omheen. Jongens, een lijst om dit schilderij is 20 meter lang. 20 meter. Het moet natuurlijk verguld worden, want het is wel Napoleon, een keizer. Die kan niet in een zilveren lijstje, die moet in een gouden lijstje. Het lijstje dat we willen bestellen moet gemaakt worden op maat. Het moet heel keurig worden vastgezet in een heel bijzonder systeem. Het wordt zwaar, het moet heel goed worden bevestigd. Het is natuurlijk ook verschrikkelijk duur om dat te maken. Daar hebben we ook weer €10.000 voor nodig. Denise, help me, het was €27.000. Hè? Hard? Oké, 20.000, dat valt mee. Maar wat jullie dus in feite hebben gedaan, jullie hebben reeds €4.000 in de pot voor de nieuwe lijst. En ik zal jullie vertellen,
4000 euro, dat is 4 meter. Dus. Wat? Precies. De mensen hebben het al uitgerekend. 1 zijkant van het schilderij is van jullie. En hoe komen we nou aan de rest van al die meters? Nee, we gaan jullie niet vragen om nog zo'n leuk feest te organiseren. Wat we wel gaan vragen is dat iedereen die belangstelling heeft, de donateurs, jullie, vrienden en kennissen en mensen die nog niks geschonken hebben, dit ontzettend leuke kaartje gaan opsturen. En jullie krijgen allemaal exemplaren mee als jullie naar huis gaan. En daarop staat op die kaart achterop: ik heb Napoleon en zijn gevolg geholpen aan een nieuw likje verf. Help jij Napoleon aan een mooie lijst? En dan kun je het invullen en dan kun je de antwoorden naar ons toe sturen. Het kan ook natuurlijk weer via het internet. 80% van wat we hebben opgehaald is via het internet gegaan. Nou, nu niet meer, want jullie hebben zoveel bijgedragen. Nu zal het 70% zijn. Maar we gaan dus gewoon verder tot het helemaal af is met een lijst er al en al doorheen. En je moet je voorstellen, we komen nu weer in de publiciteit en weer met het Vossius Gymnasium met de mededeling dat het Vossius Gymnasium het initiatief heeft genomen om de nieuwe lijst van de Napoleon mogelijk te maken. Ontzettend bedankt! We krijgen, wat we nu krijgen is dat we gaan nog wat zingen. Wie wil meezingen mag meezingen, het is echt een feest. Het Vossius heeft een koor opgebracht en dat ga ik nu zingen. Ik weet niet wat, maar het wordt heel mooi. Dank jullie wel.
Vossius Gymnasium. Om jullie een klein beetje terug te belonen en natuurlijk alle andere donateurs, de fondsen, alle mensen die meegeholpen hebben aan deze fantastische bijeenkomst. Maar ook, ik heb alweer gehoord, er is alweer geschonken aan ons. De eerste 10 centimeter zijn verkocht aan meneer Pietersen. Applaus voor meneer Pietersen. En dan kunnen jullie narekenen, een centimeter mochten jullie het ooit door willen geven. Een centimeter kost slechts 10 euro, dus iedereen kan meedoen. Jongens, de bloemen. Jan, kom nog even naar voren. Dan moeten jullie deze bloemen delen. Dankjewel. Jongens, onder de chocolademelk in de binnenplaats. Dankjewel. Tot ziens. We zijn zelf uitgegaan tussen de 4.000 en de 5.000 euro. Maar ja, dat is 8.000 euro natuurlijk een geweldige dag. Ik ben Nuno Blijbaum en dit is Philip Akkermans. En wij zijn wij zitten bij het Vossius. En wij hebben dit hele lustrum hebben wij alles gefilmd en zijn we overal heen geweest. En hebben op internet allemaal filmpjes gemaakt op www.youtube.com/alopexnl. En we zijn hier dus om het laatste item te filmen over Vind je van de hele actie, die actie was hier nog niet aan weg? Ja, ik vind het is beter uitgepakt dan ik had verwacht, om eerlijk te zijn. Ik had verwacht dat het een minder groot succes zou zijn, omdat ik vooral begrepen van een aantal mensen dat ze het niet een heel fantastisch project vonden. Maar het is echt veel beter geworden dan ik had verwacht. Ik ben echt echt verrast, om eerlijk te zijn. Ben je dan niet trots op je klas dat je dit filmpje heeft geholpen? Ja, daar ben ik wel trots op. Ja, hoewel ik denk niet dat mijn klas veel gedoneerd heeft. Maar op mijn school als geheel ben ik wel heel trots, ja. Hartstikke goed, dankjewel. Ja, graag gedaan. Wat vind je van dat de helft ervan naar de lijst staat? En niet, dus niet alles naar het schilderij zelf? Ja, dat is een kwestie van broekzak. Ik wil of het naar de lijst gaat. Het is nou dus ook, het is natuurlijk een beetje veranderd als je Feed the World zingt en dan eigenlijk geldt voor een vergulde lijst. Maar aan de andere kant, we hebben de bus voor gekozen om iets voor Amsterdam te doen. En de acties voor Kenia en andere acties die we jaren zijn, die blijven ook nog steeds lopen. Dus dat, ik vind het wel mooi. Oké, dankjewel.